Dames en heren, Computex is lekker begonnen en er is al gelijk al een flinke klap gemaakt. Want de clash tussen Nvidia en AMD, het wordt echt heel leuk dit. Bring it on! Yo, what up? Leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Marco en tof dat je kijkt naar deze video. Heb je nou voor het eerst sinds een hele lange tijd een heel andere intro gedaan? AMD en Nvidia hebben echt de aanval op elkaar geopend, want dit wordt echt super dope. Jongens, smash even dat duimpje omhoog. Zorg er ook voor dat je geabonneerd bent. En die 400 likes op die video van vorige week zijn aangetikt. Dus er gaat wat weggegeven worden. Natuurlijk ook dat moederbord. Maar waarschijnlijk zit nog een kleine twist eromheen ook nog. We starten maar eerst even met Nvidia. En Nvidia heeft namelijk twee nieuwe videokaarten aangekondigd. Zo leuk om weer kaarten te kunnen gaan kopen die hoogstwaarschijnlijk niet meer beschikbaar zijn. Jullie weten allemaal wel hoe de markt op dit moment is. We hebben dus de RTX 3080 Ti en ook nog eens de RTX 3070 Ti. Oké, de RTX 3080 Ti heeft dus net even wat meer CUDA cores dan de 3080. En echt net ietsjes minder dan die RTX 3090. En ook qua VRAM moet je doen met 12 gig. En even zo onderstrepen, 350 watt TDP en een adviesprijs van €1199. Dat is een adviesprijs, maar wat is dan de retailprijs? Nou, maakt er wel een minimale dubbele van hoor. En natuurlijk ook nog eens de RTX 3070 Ti is ook nog eens uitgebracht. 8 GB VRAM, ook op GDDR6X. En die is beschikbaar op 10 juni voor €600. Ik ben alleen wel heel bang dat die prijs weer keihard omhoog gaan vliegen en dat we prijzen vanaf €1500 weer gaan zien. Want we weten allemaal hoe het op dit moment is met die 3060. Die kan je niet kopen voor een leuk prijsje. Daar betaal je ook echt minimaal het dubbele voor. Ik vind het ook nu echt een hele gekke gedachte dat Nvidia nu nieuwe videokaarten uitbrengt. Ja, oké, 3080 Ti. Hartstikke leuk om weer wat sneller te hebben dan de 3080. Maar die 3070 Ti, why? Like, jongens, fix eens eerst even lekker die voorraad. Zorg ervoor dat dat tenminste weer een beetje op orde is. En nu kan je wel leuk met nieuwe producten gaan komen. Maar hoe zit het dan met de garantie voor leveringen? Hoe het de afgelopen maanden is gegaan was het verre van chill. En ik hoop oprecht dat Nvidia daar echt van geleerd heeft om toch even wat meer videokaarten uit die fabrieken te rollen. Maar €1199 voor de 3080 Ti en €599 voor de RTX 3070 Ti... klinkt voor mij te mooi om waar te zijn. 3 juni komt de 3080 Ti uit en op 10 juni dan de 3070 Ti. That's it. Dat zijn eigenlijk de nieuwe producten die Nvidia eigenlijk voor de gamers heeft. Maar AMD, die is met iets leuks gekomen. AMD is lekker gestart met de nieuwe APU's. En boy, er zit wat leuks tussen. Eindelijk hebben ze een keertje APU's met meer dan 4 cores. AMD komt dus met de Ryzen 7 5700G en de Ryzen 5 5600G. En de 5700G heeft maar liefst 8 cores. Met 16 threads, met een turbo naar 4.6 GHz. En dat op een TDP van 65 watt. De Ryzen 5 5600G heeft 6 cores met 12 threads. Met een turbo naar 4.4 GHz. En ook hier een 65 watt TDP. Dan heb je dus een CPU en een videochip in één. En dit zijn CPU's die gebaseerd zijn op dezelfde techniek als de Ryzen 5000, de reguliere serie. En die zijn mokertje snel. En ik denk ook oprecht dat hier wel iets heel leuks mee gaat komen. De 5600G heeft een adviesprijs van $259. En de Ryzen 7 5700G heeft een adviesprijs van $359. Ze hebben een demo laten zien van Rogue Company. En daarmee hebben ze dus gespeeld op 1080p met alles op high. 75 fps. Stable. Zelfs 78 fps werd aangetikt. En dat was wel even een flink verschil. En zeker ook vergeleken met de Intel Core i7-L700 qua berekeningen zat hier ook echt wel een verschil mee. Ander dingetje wat AMD ook zeker leuk heeft gedaan is namelijk ook op de laptopmarkt. Want afgelopen jaar was Nvidia heer en meester met de videochips. Dat gaat veranderen. AMD komt met de Radeon RX 6800M, 6700M en de 6600M. En misschien heb je al een vermoeden als je kijkt naar deze namen. Die staan lijnrecht tegenover de RTX 3080, 3070 en 3060. En dat zijn dan de videochips voor laptops. 6800M heeft maar liefst 12 GB GDDR6 geheugen met een 2300 MHz gameclock. En die is te vinden in de nieuwe ROG Strix G15. En dit is een GPU die voornamelijk gefocust is op 1440p maxed out gamen. Als je dan ook kijkt naar de Radeon RX 6700M, die staat lijnrecht tegenover de 3070. 10 GB VRAM, 2300 MHz gameclock en ook 1440p gaming op high settings voor 100 fps. En dan heb je ook nog het kleine broertje, de Radeon RX 6600M.
Die staat lijnrecht tegenover de 3060 met Full HD gaming, 8 GB VRAM op 120 fps. Deze laptops gaan goedkoper worden dan de laptops met een Nvidia chip. En ze zijn zelfs nog, in sommige gevallen zelfs nog sneller ook nog. Puntje is alleen wel, je moet dan wel DLSS gaan missen, toch? Eigenlijk worden textures op een lage resolutie ingeladen en door middel van een speciale AI en hele luxe, pittige berekeningen wordt het beeld alsnog verscherpt en dat zorgt ervoor dat je toch alsnog een hoge FPS krijgt. AMD heeft dit nu ook. Iedereen die dit wil gebruiken, kan dit nu dus ook echt gaan gebruiken. Heb je nou dus een zwakkere GPU en je wil nou een hoge FPS gaan halen, dan hoef je eigenlijk nu niet per se te gaan upgraden. Je kan dus gebruik maken van de Fidelity FX Super Resolution. Ze hebben gelijk een demootje gedaan met Godfall op 4K Epic settings en met raytracing aan heeft deze game dus 49 FPS gescoord. Maar met FSR zit je dus op 78 fps met precies identieke settings, maar toch wel even een flinke prestatieboost. Dit wordt dus ook ondersteund op de huidige generatie consoles van de PlayStation 5 en ook de Xbox Series consoles. Dat zal dus ook gaan supporten en bovenal ook Nvidia ondersteunt dit ook. Hoe krom het ook klinkt, ze hebben een testje gedaan met een GTX 1060 en die heeft gewoon een flinke prestatieboost weten te krijgen met deze techniek. Ook al ondersteunt de videokaart zelf geen DLSS, AMD heeft zoiets van, fix die shit gewoon, we got this. En als je dit zelf ook wil gebruiken, vanaf 22 juni is dit mogelijk, dan gaat het werken op alle AMD videokaarten vanaf de RX 500 serie en ook op Nvidia vanaf de GTX 1000 serie. Dus als je nog per se wil gaan upgraden omdat je misschien lage framerates hebt, wacht nog eventjes. Ik ben heel benieuwd hoe dit in de praktijk zal gaan uitpakken. Alleen er was één ding wat ik nog wel echt gemist had met deze presentatie van AMD. En dat was Threadripper. Geloof me, 2021 wordt verder nog wel een heel leuk jaar voor gamers. En ik denk zeker dat er toch nog wel meer dingen gaat gebeuren tussen Nvidia en AMD. Als je dat niet wil missen, zorg er dan voor dat je geabonneerd bent op het kanaal. En laat mij ook zeker even weten in de reactie beneden wat jij hiervan vindt. Voor dit een interessante update, een duimpje omhoog wordt dan zeker gewaardeerd. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal, doe dan eventjes. Support is weer lekker insane. En als je mij ook live wil gaan checken, check dan even mijn Twitch. Link staat in de beschrijving. En ik ga deze week weer even iets doen met een streamtas die ik zelf heb geknutseld. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Bedankt voor al je support. En zoals altijd zeg ik weer, tot ziens.